We werken samen met Bérangère Baudin, met Lenneke en met Nicolas Marie. Vooral Bérangère heeft het, eigenlijk het grootste idee eigenlijk meegegeven. En Lenneke helpt haar om eigenlijk een ander zicht te hebben op ons. En Nicola werkt vooral mee voor licht en decor en zo. Mm-hmm. Maar ze hebben al vroeger samengewerkt, ook al nog bij Palimpsest. Dus je ziet wel dat ze een goede connectie hebben. Ja. Ja. Het stuk heet Avassoué en gaat over eigenlijk musicaliteit uitbeelden. Ja, zo goed. Hoe je erop reageert, ja, eigenlijk, op de muziek. Eigenlijk muziek in beweging brengen, mm-hmm, als je het zo kunt zeggen. Ik ben vooral gerepeteerd zo. Ze heeft de muziek in één keer, alle muziek van één componist eigenlijk geheel naar ons. En we moesten eigenlijk hoe lang was dat, een uur of zo, constant onszelf improviseren. En gewoon luisteren naar de muziek en je eigen gevoel geven. Ja, uw eerste reactie. Ja. Maar ze wil eigenlijk een beetje het concept. Ja, het concept is dat we die lijn hebben, uw eigen pad eigenlijk. Maar soms wil ze dat een beetje doorbreken. Dat we in een ander pad gaan, dat we samen komen. Ze wil niet dat het komt. Ja, dat het niet te voorspellend is. Ja. Bijvoorbeeld, we gaan ook niet ieder liedje helemaal laten uitspelen, maar dan zo een accent erin steken dat je iets totaal niet verwacht. Ja.